heb aquarelpotloden klaar liggen. En ik heb uiteraard ook aquarelverf klaar liggen. Ik heb water en een palet en uiteraard kwasten. En maskeervloeistof. En die ga ik gebruiken met zo'n shaper, kwast noem je dat eigenlijk niet. Hè? Dat is een rubber puntje aan, dus makkelijk om schoon te maken. En ik ga werken op kaarten. Degene die mij vaker hebben zien werken op beurzen bijvoorbeeld, gebruik ik dit ook heel vaak. Het is een lekker klein formaatje en dat is leuk om dingen op uit te proberen. En ik haal deze gewoon bij de kringloopwinkel, 75 cent. Niet heel erg duur, dus dat is altijd leuk om dingen uit te proberen. Ik heb daarom ook een stukje schuurpapier, dan kan ik het papier wat grover maken van mijn kaarten. En ik heb binder om te lijmen en aquarelpapier, omdat we vandaag natuurlijk met aquarel werken. Nou, ik heb er zin in, laten we beginnen. Nou, gaan we even laten drogen en dan knip ik hem langs de randjes uit. Zo, hij is droog. Je zou eventueel op de achterkant natuurlijk ook iets kunnen plakken. Daar zou je eventueel tekst nog kunnen schrijven. Maar wij gaan ons vandaag concentreren op de voorkant. En de letter A, die wil ik wel in mijn werk gaan verwerken. Dus ik moet even gaan bedenken hoe ik die erop wil hebben. Ik vind het altijd wel leuk om een beetje in te zoomen. Je zit natuurlijk altijd in een driehoek.